Hart voor Hilversum vindt de communicatie van het college beperkt. Dat blijkt uit de vragen die ze tijdens de raadsvergadering van woensdag gaan stellen. Hart voor Hilversum is van mening dat alle besluiten van het college direct openbaar gemaakt moeten worden. De partij wil dat het college de afspraken in het raadsakkoord nakomt, waarin is afgesproken dat de transparantie vergroot moet worden. De Gooise praktijkschool is blij dat de 15-jarige Muzdalifa, die vorige week op pad was naar Syrië, passende begeleiding krijgt en een andere school gevonden heeft. Het is onbekend of de streng religieuze kleding en het gedrag van het meisje iets te maken hebben met de overplaatsing. De Gooise praktijkschool wil hier geen mededeling over doen. Een 33-jarige Poolse man uit Hilversum heeft een werkstraf van 140 uur en 60 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De man moest voor de rechter verschijnen voor huiselijk geweld, waarbij hij zijn vriendin meerdere malen mishandeld zou hebben, waarvan één keer met een mes. Volgens de verdachte is zijn jaloezie en drankgebruik de oorzaak. De rechter doet op 11 juli uitspraak.